Here we go! Geweldig om jullie weer te zien, team. Seuren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go Top 5 Edge & Catches. Met vandaag alweer aflevering nummer 33. Nou, wordt een hartstikke gaaf nummer, want ik heb er hartstikke veel zin in. We hebben de laatste tijd weer een beetje de pace gevonden. Oftewel, ja, we hebben alles weer een beetje op de rails gekregen met de Top 5 Edge & Catches. En wie het ook op de rails heeft gekregen, want ik vind het een geweldige inzending. Qua laten zien hoe je nou zo'n Mewtwo Raid meemaakt, is het namelijk van Quinten, deze inzending. En ja, zoals ik al zei, hij heeft perfect laten zien hoe het nou is om zo'n Mewtwo Raid te beleven. Je zag het al, je begint inderdaad bij een Raid in Gym en dan zie je inderdaad dat symbool van die Edge Raid staan. Nou, vervolgens zie je Mewtwo staan hè, als Raid Boss, hartstikke gaaf. Dan, als het je gelukt is om hem te verslaan, zie je hem ook nog eens in het wild staan, wat ja, ik nog nooit heb meegemaakt. Dus ik vind het gewoon hartstikke gaaf om te zien. Mooie kleur, mooi design, echt hartstikke top. En als je dat ook nog gelukt hebt, dat heeft Quinten ook nog gehad, heb je hem ook nog gevangen en heeft hij ook nog eens geweldige IV's, wat echt gewoon helemaal geweldig is. Hartstikke blij voor Quinten. Hartstikke gaaf natuurlijk dat hij een Mewtwo Raid heeft kunnen doen. Dus hartstikke gefeliciteerd Quinten ook met je Mewtwo. Hartstikke mooie inzending, dat wilde ik even graag even zeggen. Dat andere mensen wat meer inzendingen hebben gedaan qua Pokémon, qua gave vangsten, heb ik die op een wat hoger nummer gezet en Quinten helaas wat lager. Maar geweldig laten zien Quinten, dankjewel. Nou, vervolgens is de volgende inzending van Jess. En Jess is op vakantie geweest naar Tsjechië, als je wil weten waar hij deze gaaf Pokémon heeft gevangen. De eerste is een Fortress. Nou, ik ben zelf nog nooit een Pinecone in het wild tegengekomen, dus er staan Fortress. Toevallig wel een keertje, maar dan alsnog, ik ben er maar één keer in het wild tegengekomen. Dus het is gewoon een hartstikke zeldzaam Pokémon en hij heeft hem gewoon gevangen in het wild in Tsjechië. Ook nog een aantal hele gave Entei's, waaronder volgens mij een 100% als ik het goed kon herinneren. En dan ook nog twee Totentits. Misschien wel een van de zeldzaamste Pokémon om te vangen in het wild in Pokémon Go. En hij heeft er gewoon twee van gevangen in wederom Tsjechië. Dus als je nog eens ja, naar een leuke vakantiebestemming op zoek bent, ga naar Tsjechië. Nee hoor, dat is natuurlijk geen garantie. Maar ja, het is ook geen toeval dat hij natuurlijk al deze Pokémon Tsjechië heeft gevangen. Dus ik weet het niet. Nou, vervolgens nog meer Entei's. Ja, misschien toch wel een van de gaafste Legendary Beasts. Ik heb wel vaak in de comments gehoord dat mensen ja, dat toch wel hun favoriete Legendary Beast is van de drie. Justin heeft er daar gewoon heel veel van. Ook nog hele goeie, dus zeker gaaf om te zien. Nou, waar hij er ook nog eentje van heeft en dit niet, is namelijk een Shiny Magikarp. Ben je er nog steeds naar op zoek? Nou, misschien wel een van de mooiste ja, Shinies qua design. Goud natuurlijk. Kan misschien ook wel evolueren. Een van de mooiste qua design Shinies. Rode Gyarados, hartstikke gaaf. Nou, dan zeker een hele... Ja, dit is misschien wel gewoon de perfecte 100% Pokémon. Want Pikachu natuurlijk de mascotte van Pokémon. Hij heeft er gewoon een perfecte Pikachu eigenlijk. Alleen nog eens geëvalueerd ook. Dus ja, perfecter dan die Pikachu, oftewel Raichu, kan je gewoon haast niet hebben. Dus zeker een gave. Nou, dan ben ik misschien ook nog benieuwd hoe zijn team er nou uitziet van Justin. Nou, dat is deze. En moet je even opletten, er zit niet eens een Dragonite bij. Ik weet niet of Justin een Dragonite heeft gekregen of gevangen, maar... Zelfs zonder Dragonite heeft Justin alsnog een geweldig team. Nou, vervolgens heb je dan Senne. Als er een top 5 zou zijn met de meeste inzendenden, stond Senne sowieso op nummer 1. Maar dit keer staat hij op nummer 2, alsnog hartstikke gaaf. Een Granbu, zeker een zeldzame. Ik heb er zeker niet veel van en hij heeft er wel eentje. Gewoon gaaf om te laten zien. Vervolgens een wilde Lapras. Volgens mij zei hij dat hij in zijn tuin had gevangen, weet ik niet zeker. Maar een wilde Lapras is sowieso bijzonder. Of hij nou in je tuin zit of ergens in het park, dat is gewoon echt bizar. Het is gewoon echt bizar. Het is maar één keer overkomen en dat is ja, tijdens het event. Dus telt ook niet helemaal mee, maar ja, Senna doet het gewoon. Nou, vervolgens ook nog een paar hele gave Entei's waar je ook zeker trots op mag zijn. En dat is hij ook, Senna. Weer Entei's, dat is voor mij een van de legendary Pokémon die het vaakste in mijn top 5 heb gehad. Maar ja, stiekem is het wel gewoon een hele gave legendary, laten we eerlijk zijn. Vervolgens heeft hij ook nog een 98% Mareep gehatcht. Direct doorgeëvalueerd naar een 98% IV Ampharos, wat gewoon helemaal geweldig is. Ik heb gelukkig één Ampharos met de beste IV's ooit kunnen krijgen. Maar de rest is mij allemaal really strong of slecht, dus... Daar ben ik gewoon hartstikke jaloers op en is gewoon zeker een hele gaaf Pokémon. En dan vervolgens de nummer 1 is Regi Koffie met zijn shiny Swablu. Is gelukkig nog niet eens alles, maar ja, dit is ook wel een hele mooie. Oh, dit is ook een hele mooie. Gewoon de kleur goud, of het nou op een Magikarp is of een shiny of een andere Swablu, een shiny, weet ik veel. Ik ga nu alles door elkaar halen, Puccina. Het is wel echt een hele mooie kleur, dus. En ja, vooral dat hij dan ook nog twee heeft. We doen shiny Swablu en shiny Luftis werden ook nog... Ja, redelijk in een korte tijd na elkaar geïntroduceerd in Pokémon Go. Dus dat vond ik het ja, eigenlijk zo speciaal maken. Ja, dan, dit is echt mijn droom. Hier wordt helemaal gek van zoveel 100% IV Pokémon en ook nog twee Machamps. Nou, dat... Ja, mijn doel is gewoon zoveel mogelijk eigenlijk alle Pokémon 100% te krijgen. Dus ja, dat zijn gewoon echt de dingen die ik zo graag wil zien. Of tenminste, ja, zo mooi vind om te zien eigenlijk. Ook natuurlijk super bizar. Shiny zijn, ja, super zeldzaam. 100% IV Pokémon ook, dus... Daarom geef je koffie op nummer 1 en dan nog 200% IV's met Champs. Ja, dat vind ik helemaal gaaf.
Dat vind ik helemaal gaaf. Dus ja, zoals het aangaf, het is weer een hele gave aflevering geweest. Wil jij natuurlijk meedoen en ja, denken dat je de volgende aflevering nog gaver kan maken? Check dan zeker alle linkjes en de uitleg in de beschrijving. Nou, ik zal dat natuurlijk nog kort toelichten. Je kan je inzenden doen via e-mail dat je hier op je scherm ziet staan of het linkje daarvan in de beschrijving, Facebook en Twitter. En ja, zorg dan dat je maximaal 4 afbeeldingen stuurt of 60 seconden aan video of een combinatie daarvan. Nogmaals, uitleg staat daarvan in de beschrijving. En zet dan sowieso je naam erbij met welke naam je mee wil doen. En wat jouw afbeeldingen of video nou zo bijzonder maakt. Van alle duizenden inzendingen die je krijgt, waarom moet ik jou er nou uitkiezen? Dat is eigenlijk hetgene wat ik zoek en wat ik graag van jou wil horen. En vergeet natuurlijk ook niet in je berichtje als onderwerp top 5 hatches en catches te zetten. Want dan weet ik dat je ook mee wil doen en niet gewoon Pokémon of je afbeeldingen wil laten zien. Gebeurt ook nog heel vaak, dus ik zeg het er maar even bij. Maar ja, dat was alweer de video. Ik hoop natuurlijk dat je er net zo van hebt genoten als ik. Ik vind het altijd hartstikke gaaf om dit soort dingen te doen. Helaas de laatste tijd wat minder, maar we proberen het weer een beetje op orde te krijgen. Dus hopelijk hebben we er weer zin in en hopelijk kijk je ook weer naar een volgende. En hopelijk kan er ook weer gave inzendingen van jou ontvangen. Het wordt ook weer mooi weer, dus is hier genoeg reden. Maar goed, ik ga snel afsluiten, want het begint weer erg lang te worden. Dus ja, hartstikke bedankt voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.